zoveel energie van die les. We waren 4 uur lang bezig. En ja, ik had nog steeds niet het gevoel dat ik moe was. De vermoeidheid die kwam gewoon niet op. Ik merk bij mezelf in de dans, als ik met een partner dans die vrij veel energie geeft en vrij veel draai en dergelijke, dat ik mijn ademhaling verkeerd gebruik. Ik stop soms gewoon met ademhalen terwijl ik bezig ben met spin-off aan het draaien. En juist in die workshop van Kwok kwam het naar voren van blijf ademen, wanneer is het belangrijk om te ademen. En dat je dat samen met je partner in dezelfde ademhaling komt, waardoor je dezelfde energieveld krijgt. Look at each other, breathe in and out. Na de 4 uurtjes dansen hadden we eigenlijk zoiets van, eigenlijk zijn we nog helemaal niet moe of zo. We konden nog wel uren doorgaan. Alleen al omdat het al 22:30 was, was het wel de bedoeling dat we uiteindelijk gingen stoppen. Je zit gewoon op een gegeven moment helemaal met elkaar in de flow. Je hebt gewoon het gevoel dat er verder niks meer om jou heen is. Je bent gewoon puur met je partner bezig. En hij heeft dat bereikt door gewoon hele simpele spelletjes. Met alleen maar bijvoorbeeld met een kleine vinger elkaar aanraken. En dat heel langzaam op te bouwen tot meerdere delen in je lichaam. Dat je op een gegeven moment elkaars energieveld voelt. En dat je met elkaar durft te gaan. En de rest om je heen gewoon eigenlijk even helemaal vergeet. Of dat nou goed is of niet goed als je de rest van de dansvloer niet ziet. Maar het was gewoon een geweldig gevoel. Waardoor je eigenlijk het idee hebt dat je zo licht wordt als een veertje. En dat je elkaar echt helemaal aan kunt. En ja. Nou ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het heerlijk. Het is de sfeer die erbij komt. Het is de energie die je voelt als groep. En ja, dat je elkaar gewoon zo goed, op een gegeven moment zo goed aanvoelt. Het zijn eigenlijk heel veel mensen, de meeste mensen waren vreemde mensen, die kende ik helemaal niet. Maar na een uurtje of zo, dan had je elkaar, de connectie was zo goed. Dat je elkaar zo goed kon aanvoelen, dat het heel fijn was met elkaar en dat je helemaal in een trance zit, zeg maar. Iemand die je nog helemaal niet kent, waar je dus ook niet echt close mee durft te dansen. Nou, en vervolgens gingen we gewoon echt eerst met vingertoppen elkaar gewoon voelen. En je krijgt op een gegeven moment de vertrouwen bij elkaar en je raakt alles daar rondomheen, raak je gewoon kwijt en je gaat daarin op en je gaat elkaar voelen. Ja, nou ja, en die flow die zou je eigenlijk moeten hebben. Dus eigenlijk, als ik nu iemand te dansen zou willen vragen op de dansvloer, dan zou ik gewoon eigenlijk eerst even met hem dat contact willen hebben, dat die energie voelen, heel rustig beginnen en dan pas wam erin gaan. Want soms kom je ook op de dansvloer, word je gevraagd en blap, 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 draai. Maar die connectie voelen, die is zo belangrijk als je daarmee start in het begin. Pas, yes. Dat is iets wat je moet ervaren. Dat is iets wat je pas kan voelen als je die workshop hebt gedaan, als je de masterclass hebt gevolgd. Dat is echt een ik kan het heel moeilijk uitleggen. Yes, sir. Hij let heel erg op jouw center. Bewustwording van bepaalde delen loskoppelen van jouw lichaam. Alleen je schouders, alleen je armen, alleen je hoofd. En dat in combinatie met elkaar, los van elkaar. Dus echt het loskoppelen van die onderdelen. En gewoon echt een bewustwording van je eigen lichaam. Dat je zonder kracht, zonder echt te lijden met de harde hand, met kracht, dat je elkaar toch kan aanvoelen en dat je elkaar gewoon kunt volgen. En andersom, dat je ook geleid kan worden, maar zonder dat het moeite kost of zonder dat het gemaakt is. Het gaat gewoon automatisch, het is een soort van nature. Het gaat van nature. To try to find momentum. Normally the momentum is in when you do it, the turn, above your head. Then her armpit is near your shoulder, for example. Hij bouwt dus heel erg rustig op van een soort kleine connectiespelletjes tot aan een dat je steeds meer connectie met elkaar kreeg, dat je op een gegeven moment helemaal overging in een flow, in een energie met elkaar, dat je helemaal elkaar compleet voelde.
En dat was echt geweldig. Echt top, gewoon top.